in here. I wanna know who's coming home with me. After this party, we're gonna get naughty. Net de tweede training achter de rug van derde klasse Boeijmeer. En we staan met Lorenzo Boudewijns. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zie op jouw shirtje BSV Boeijmeer, kampioen derde klasse 2012-2013. Ja, het is afgelopen seizoen geweest. Boeijmeer 2, ongeslagen kampioenen. En daar was jij een van de sterspelers van, Lorenzo? Ja, aanvoerder. En gewoon trots dat het gelukt is. En jammer dat Boeijmeer 1 dan degradeert. Mm-hmm. En anders speelde je allebei tweede klasse. Dus. Ja, inderdaad. Maar betekent dit, nu je jou op het trainingsveld zien lopen, dat jij naar het eerste van Boeijmeer gaat? Of wat is jouw plan? Dat blijft altijd de keuze van de trainer. Maar ligt wel. Als de trainer een keuze maakt dat ik naar 1 ga, dan ga ik naar 1. Ik ben gemotiveerd, ik ben fit. Dus, ja, ik wilde het net zo gaan vragen. Ben je meer gemotiveerd dan vorig seizoen om in 1 te spelen? Ik ben gewoon een man die al heel mijn leven Boeijmeer voetbalt. Dus echt, met clubliefde. Dus kijk, vorig jaar heb ik op het einde nog een paar wedstrijdjes meegedaan om het nog proberen erin te blijven. Is niet gelukt. Nee. Dus ja, als ik ze nu weer terug kan halen naar tweede klas, dan zal ik dat zeker doen. En je hebt ook wel een opzienbarend doelpuntenaantal, of niet, in Boeijmeer 1? Ja, nog eentje, dan heb ik er 100. Nog eentje, dan heb je er 100, hè? Heb je daar al een ludiek iets voor bedacht als je die 100ste maakt? Heb je een shirtje met nummer 100 erop of vertel? Nou ja, ik heb eigenlijk de bedoeling dat de Mats Zeuntjes dan met een shirt met 100 erop langs de kant komt staan. Echt waar? Ja, Mats Zeuntjes van NAC Breda, speciaal voor jouw 100ste doelpunt. Ja, heeft hij beloofd, dus Okay. Ik hou hem eraan. Nou, we zijn hartstikke benieuwd, Lorenzo. Hey, hartstikke bedankt voor dit interview en we zien jou snel. Ja, dat is goed. Oké. Okay.